Ik ben lam, Niels. Wat zijn ze nou eigenlijk allemaal? Ik ben gewoon lam. Mama, als je kijkt, sorry. Yo, leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van de Gierige Gasten. Ik ben Joost, zoals je weet. En deze week is het natuurlijk feest. Want het is carnaval. En elke stad heeft zijn eigen prins carnaval. Dat is zeg maar een beetje de man van het feestje. En ik ben heel benieuwd wat een prins carnaval nou gratis krijgt als hij carnaval gaat vieren. En willen jullie eerst gratis biertje? Kijk. Dit is fantastisch, toch? Ja, lekker. Beetje, ik heb er heel veel bij me. Dus waar kom jij in één keer vandaan? Nou, ik kwam eigenlijk van mijn eigen kamer en ik loop even naar mijn ouders toe. Om hier eigenlijk even nog meer pils te Zullen we ook gewoon proosten dan met elkaar? We gaan proosten. Ja, hier. Top. Cheers. Cheers. Okay. Willen jullie nog eentje mee? Ja, nog één. Kom maar. Hey. Ja, het klinkt heel raar. Ik wil ook niet te gasvrij zijn, maar ik woon dus hier in de straat. Als jullie eens willen eten. Ja, dat ja, kan. Dat willen we wel, denk ik. Maar jullie hebben toch zo'n kanaal of zo? Ja, wij zijn Stuk TV. We gaan nu wat eten, dan kleed ik me om, we gaan het echt beginnen. Maar ik heb het gevoel dat als ik echt ga beginnen, al lachen. Zo, Prins Carnaval van den Bosch. Gaat een fantastische dag tegemoet, jongen. Oeteldonk. Nou Niels, tas toe, we gaan de bodem leggen en dan is Oeteldonk van ons. Wat er is gebeurd is fantastisch. We waren nog eens begonnen zoals ik net al zei. En we hebben een ontbijtje gekregen en een paar biertjes. Ik heb er nog even één voor onderweg. Nu gaan we echt beginnen. Biertjes hakken er nu al in. Ik zie daar het café. Zullen we kijken hoe we onthaald worden? De prins. De carnaval. Uit hem. Ik ben een nieuwe prins. Mij is verteld dat de prins zeker een flukkelsmatje moet hebben, maar een jekermeisje zou ook zijn. Ja, maar als jij echt een prins zou zijn, moet jij sowieso een brandewijn. Dat doen we, een brandewijntje. Oh, lekker. Ik doe er twee, de cameraman doet niet mee. Stop hem, man. Ik kreeg net twee shotjes waar ik de naam weer van ben vergeten. Maar we worden hier met warme handen. Ja, nou, als... hey, dat gaat wel goed, Joost. Ja, dit wordt lastig. Nee, dat niet. Dat had ik. Ik had een Meijer schipperbittertje. Dat was het. Ja, dat ja, was dat... 2 minutes earlier. Een brandewijn, brandewijn. Dat doen we, brandewijn. Ik had een Meijer schipperbittertje. Dat was het. Ja, dat ja, was dat... Ja, Den Bosch is, maar hij is goed voor ons. Oeteldonk is fantastisch. Dat heb ik al 50 keer gezegd. Van herhaling. Zit in een biertje? Nee. Ik wel. En dan nog wat lekkers voor de prins en voor jezelf. Met de prins wil je natuurlijk ook proosten. Even gaan, hè. Ja, ik ben de prins carnaval natuurlijk. Kunnen jij dat zien? Van welke kerk kom jij dan vanaf? Ja, Oeteldonk. Ik ben niet aan mijn dingen, jongen. We hebben nog een kleine mededeling, namelijk we hebben een extra video opgenomen deze week. Dat is op het kanaal van Volle Bak. Ja, gaan we met het team van Volle Bak gaan we proberen zoveel mogelijk spullen gratis te regelen in een beperkte tijd. Ja, zoals bijvoorbeeld de televisie. En het was best wel leuk en spannend. Zeker, ik zou zeggen ga het even kijken. Ja. Link staat in de beschrijving. Door lustig is geen heiligheid. Ja. Mark, ben je op de foto? Je mag altijd mij uit de foto. Heb je nog een pultje voor de prins? Zo direct. Hoeveel bier willen we? 4 bier. Ik ben er ook kwijtgeraakt. Ik heb weer bier gekregen, 2 stuks. Maar het telletje onder zal pas wel bijhouden hoe het is. Ik moet plassen. Ik ben lam, Niels. Wat zijn ze nou eigenlijk allemaal? Ik ben gewoon lam. Mama, als je kijkt, sorry, maar carnaval is fantastisch. Oh, mooie motor. Geweldig. Ja, knuffel erbij. Ik heb chance. Laten we een worstenbroodje halen. Hoe is het? Ja, goed. Ik ben blij u te zien. Ik vind het leuk als prins dat ik hier
Maar het feest natuurlijk. Geweldig grafiek. Maar ook de prins moet een klein bodempje leggen. En ik wil nou wel zo'n fantastisch worstenbroodje proberen. Worstenbroodje. Ja, maar ik zeg een broodje braadworst. Dat is een broodje worstenbroodje. Ik weet niet zeker hoe dit gaat. Ik voel de gang als een bestemming. Ja, zie je 4 euro. Pinnen alsjeblieft. Ik kan niet pinnen. Ik heb het niet. Ze is de baas niet. Oh. Dus de baas komt weg. Voor mij was het frietje net. Kijk eens. Dankjewel, schat. Graag worstenbroodje. Ja, hoe zie ik eruit? Was je toch al, ja, fantastisch. Oké. Dan ga ik heel mijn auto doen. Waar wij begonnen, waar wij begonnen, eindigen we ook. Zoals je kan horen, heb ik echt een fantastische dag gehad. Dankjewel voor alle goede tips. Volgens mij heb ik een soort van worstenbroodje gekregen en een wijs van drank. Even naar de kijkers toe. Als je carnaval wil vieren, ga alsjeblieft naar Oeteldonk. Het is fantastisch. Trek zo'n pakje aan, want ze zijn echt onwijs gul. Of ze prikken doorheen en je krijgt alsnog, of ze geloof je. En dan krijg je het ook. Het is echt, je kan je partner gewoon thuis laten. Het is fantastisch. Lieve schat. We gaan nu nog een pilsje. Wij doen nog een pilsje. Oké, hoe was jouw carnaval? Laat even weten in de comments. En dan zien we volgende week gewoon weer. En vergeet niet te abonneren. Vergeet niet te abonneren. Later! Kom. Ben je aan het doen? Ja, we gaan feesten met de prins. Hoi. Hoi. Oh, Jossa! Ziek geregeld.